met Brits Schellekens. Nogmaals applaus van de Flying Devil voor Izzy Brenge. Mikros in die Schottelmeer. Nogmaals Mikros met Wout Ermes. FCV de deurtrappers, Amber van den Heuvel. Dream Team met Wim Luanis. En nogmaals Flying Devils met Reza Rocks. In het KNWU-seizoen gaan wij kijken naar Lynn Luan, die daar wel een hele vette goede start had, hoor. Ja, die pakt daar met die mooie start voor in de kop voor de 34 plaats van Reza Rocks. Ook heel sterke hele dag al, maar op het moment kan zij even niet bijbenen bij Luan, die daar dan toch even een beetje strak op de trappen zet. 36 plaats nummer 3, dat gaan we kijken wie dat dan zal zijn. Dat is in die Schottelmeer, die zit op die derde positie. Gaat hier de winst met Luanus toe, is daar Rocks die daar nog verandering in kan gaan brengen. Dan zal ze toch een beetje gas moeten gaan geven. Want Luanus heeft toch wel een behoorlijke voorsprong. Gaat hier afstreven op het laatste stuk. En dat laatste stuk gaat zij natuurlijk zonder problemen evenaren. En neemt zij vandaag de overwinning bij de girls 9 en 10 jaar Lynn Luanus.